Kooldioxide, ofwel CO2, is wereldwijd een van de meest besproken onderwerpen van de laatste 30 jaar. Kooldioxide is een gas dat in de natuur voorkomt. Het is ook een stof die uit alle natuurlijke brandstoffen bij verbranding ontstaat. Door het toegenomen gebruik van fossiele brandstoffen komt tegenwoordig te veel kooldioxide in de atmosfeer, waardoor het natuurlijk evenwicht is verstoord en het broeikaseffect toeneemt. Een bepaalde hoeveelheid van het gas in de atmosfeer is echter essentieel. Bomen en planten hebben kooldioxide nodig om te groeien en zetten het gas onder meer om in zuurstof. Wanneer mensen en dieren zuurstof gebruiken, ademen ze kooldioxide uit. Als de lucht in een ruimte waarin mensen of dieren verblijven niet wordt ververst, dan wordt het CO2-gehalte steeds hoger, totdat op een gegeven moment een waarde wordt bereikt die schadelijk is voor de gezondheid. De CO2-waarde in een ruimte kan worden beïnvloed door natuurlijke of mechanische ventilatie. Wanneer de CO2-waarde, temperatuur en luchtvochtigheid in balans zijn, spreek je van een gezond en aangenaam klimaat. Fouke Hoekstra is professioneel klimaatdeskundige en duivenliefhebber. Hij bouwt al 20 jaar systemen om een optimaal klimaat in gebouwen te bewerkstelligen. De oude luchtverversingssystemen, die tot op heden in de duivensport op de markt zijn gebracht, werkten niet op het CO2-gehalte in de lucht. Bovendien zat je vast aan een bepaalde starre inlaat- en afzuigsnelheid van lucht. Fouke Hoekstra heeft nu zijn kennis toegepast in de duivensport en het nieuwe Pigeon Climate Control systeem ontwikkeld. De tekortkomingen van oude ventilatiesystemen zijn met zijn nieuwe product volledig opgelost. Dankzij uitgekiende en speciaal ontwikkelde software, in combinatie met CO2-voelers, welke gekoppeld zijn aan modulerende ventilatoren, krijg je een permanente, perfecte luchtkwaliteit. Door gebruik van het Pigeon Climate Control systeem zijn de duiven in topconditie. De computer regelt geheel automatisch de in- en afvoer van lucht. Liggen er bijvoorbeeld jongen in de nesten, dan is het CO2-gehalte hoger. Dit geeft een impuls op de CO2-voelers en de software zet vervolgens de ventilatoren in werking. Valt de nacht in bij de weduwnaars, dan daalt de snelheid bijna terug tot nul. De gebruiksvriendelijke software is zodanig ontwikkeld dat er geen pieken ontstaan in de aan- en afvoer. Het basissysteem is gemaakt voor 4 afdelingen en bestaat uit een regelkast met een touchscreen. Iedere afdeling heeft een CO2-voeler en een aan- en afvoerventilator, welke aan elkaar zijn gekoppeld en synchroon lopen. De oppervlakte waardoor de lucht binnenkomt en wordt afgezogen is voorzien van filters. Door de filters ontstaat weerstand waardoor de hoeveelheid in te blazen of af te zuigen lucht wordt verdeeld over de hele oppervlakte. Hierdoor kan er geen tocht of trek ontstaan. De filters zijn eenvoudig uit te nemen en te reinigen. Kort samengevat, Pigeon Climate Control is een van de meest revolutionaire systemen van de laatste jaren. Een goed hokklimaat is immers voorwaarde nummer 1 om te kunnen slagen in de duivensport.